opening van ons strandteam. We hebben een nieuwe, we hadden vroeger een oude. We hebben nu een nieuwe. Daar hebben we volgens mij 365 jaar over gedaan om hem weer te laten rijden. Want hij reed al, maar dat mocht plotseling niet meer. Door allerlei regels, paarse krokodil mocht het niet meer. Kunt u vertellen over die regels? Wat was precies de belemmering? Ja, dat is voor iedereen heel onduidelijk. Dus voor de politie zijn het weer regels waar ze naar moesten luisteren. Voor de ambtenaren waren het weer regels, voor ons weer hele andere regels. En uiteindelijk zat het erin dat we een kenteken nodig hadden. En dat het een trein moest zijn. En die is er nu, het kenteken? Ja, het kenteken is er op een andere manier aangevraagd. Dat was een beetje een verrassing. Want een van onze bestuursleden, Patrick, heeft eigen initiatief genomen en een kenteken aangevraagd. Kreeg hem plotseling een kenteken, terwijl het eigenlijk helemaal niet meer mocht. Niels Plaschier, een van onze prachtigste vrijwilligers, overleden. Dus er was nog een eerbetoon aan hem. De jongens hebben een halve marathon gelopen. En we wilden gewoon de rups opnieuw kleuren. We hebben een nieuwe vormgever. Zijn weer blij dat we mogen rijden. Ja, we hebben toen van alles nog te doen. Hè. We zijn bezig met elektrische rolstoelen. Omdat we niet meer mochten rijden. Dat hadden we andere plannen. Elektrische rolstoelen op het strand. We willen een heel pad naar de branding toe. En dat is eigenlijk wat we nu waarschijnlijk wel kunnen doen voor dat bedrag. Dat is eigenlijk misschien wel een bekende verhaal inmiddels, maar door corona ja, voetbal stopte en dat is eigenlijk onze teamsport. En een paar jongens begonnen al met hardlopen en ja, je weet hoe dat gaat op een avondje dan een beetje stoer doen. En, ik ben wel zover. Ja, ik was toen van, joh, weet je wat, dan organiseer toch een eigen halve marathon. En dan koppelde ik een goed doel aan. Doe als vriendenkring ook nog een keer wat terug voor de maatschappij. Zodoende is dat balletje gaan rollen. Het idee was dus om er een goed doel aan te koppelen. Dus we hebben eigenlijk een soort websiteje opgestart, een bekende GoFundMe heet dat dan. En toen hebben we eigenlijk heel lang nagedacht over wat voor goed doel is dan leuk, waar willen we voor rennen. En een van ons, Stef, die kwam met het idee van, joh, weet je, waarom niet een lokaal goed doel? En die opperde de strandrips. Nou ja, wij als jongens die altijd op het strand zitten, vonden dat natuurlijk prachtig. Dus zodoende zijn we daarvoor gegaan. Ja. Ik rij al een jaar of 10 mee als vrijwilliger met de strandrips op het strand bij het Langeveld. En dit jaar heb ik op me genomen om de opleidingen te gaan doen. Om de chauffeurs dusdanig te begeleiden dat ze veilig met alle gasten over het strand kunnen gaan rijden. Want er is op het strand zo ongelooflijk veel te zien. Kijk alleen maar wat zijn de afstanden tot die kant op Zandvoort, hoeveel kilometer is dat, waar ligt Noordwijk. Als het heel helder is kunnen we Wijk aan Zee zelf zien, Egmond aan Zee. We kunnen de Maasvlakte zien. We kunnen de windmolens zien, daar is heel veel over te vertellen. Wij zijn helemaal blij dat we eindelijk een kenteken hebben gekregen, dat we door de gemeente zijn gefaciliteerd om over het strand te gaan rijden, want het strand is openbare weg. Maar heb je een kenteken nodig? Nou, dat heeft anderhalf jaar geduurd voordat we dat kregen, maar dat hebben we nu gelukkig, dus we kunnen. En in de tussentijd zitten we op 175 ritten die al geboekt zijn. En iedereen mag meerijden, want er zijn wel mensen die vragen, ja, maar ik wil mijn kinderen meenemen. Iedereen mag mee. Je hoeft niet gehandicapt te zijn of in een rolstoel te zitten of te dementeren of Alzheimer te hebben of noem het maar op. Iedereen mag meerijden.